Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag alweer dinsdag en vandaag heb ik op de planning staan om even weer wat voor school te doen, voor de examens. En dat ik een YouTube video moest opnemen. Nou heb ik die al gelukkig opgenomen met Nadine, want ik ging mijn haar verven. Die video staat, als jullie dit zien, al online, dus die kunnen jullie ook nog even checken. En ja, misschien dat ik vandaag nog even naar Nadine ga, of ik weet het niet. Ik moet even kijken wat we gaan doen, joh. Dus het wordt voor me weer een waar genoeg deze dag. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal. Zo, nou jongens, ik ben een beetje slow. In de zin van dat je denkt, dan zie je dat bed, weet je. En dan denk je, oh, nee, toch nog even liggen. En dan even op mijn telefoon. En hou op. Oké, jongens, ik heb net één vlog gedaan. En ik ben nu bezig met de YouTube video. En ja, dan moet ik nog even die facturen moet ik nog steeds doen. Ja, erg hè, dat moet ik nog echt doen. Daarna moet ik nog steeds die campagne doen. Oh, en die moet voor 3 uur ingeleverd worden. Het is nu 12:15. Ik ben zo sloom op een of andere manier. Zo sloom. Kan echt niet. Ik ben nog ook helemaal een beetje aan het nagenieten van die première van gisteren. Heerlijk was het. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we doen, Nadine? Wat gaan we in godsnaam doen? Nee, Nadine en ik gaan vanavond even gezellig uit eten. Alleen zij is nu even weg, zij komt zo thuis. En dan appen wij altijd en dan praten we altijd tegen elkaar met, ja, we kunnen wel afspreken, maar wat gaan we doen? Dus dan zitten we uren te bedenken en dan is het alweer avond. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Jongens, kijk even nog naar mijn haar. Het is opeens zo anders als je al die vlogs dan volgt. Dan is het opeens weer anders. Terwijl dit gewoon mijn haarkleur is, hè. Mijn officiële haarkleur. Voor mocht je net nieuw zijn, dit is mijn officiële haarkleur. Oké, nou, ik ben alweer iets verder in de tijd. Ik heb wat dingetjes staan. Het enige wat ik nu nog moet doen is die samenwerking opnemen. En dat moet over een kwartiertje ingeleverd worden. Lekker op tijd, dus dat moet ik doen. Nu gewoon. Dus ik ga stoppen met vloggen en ik ga dat nu doen. En ik ga dan straks even nog naar Nadine. Doei. Oké, lieverds. Nou, dit is dus echt vreselijk. Wij hebben echt dit jaar zo ontzettend last van zoveel muggen. Het komt omdat ze daarachter hebben een soort van polder gemaakt. Waar mensen kunnen lopen. Maar al die muggen die hebben dus helemaal geen natuur meer over. Dus dat komt allemaal helemaal hier naartoe. Dus het is echt vreselijk. Ik moet eigenlijk mijn raam dicht houden. Maar je wilt toch frisse lucht. Hier zit er ook alweer eentje. Ga weg. Kst. Zo naar. En ook als we s'avonds gewoon even lopen of fietsen, weet je. Ze komen overal. En het is echt irritant gewoon. Nou, alles staat hier weer waanzinnig op, dames en heren. Dat doe ik toch eventjes. Maar ach, dag poesje voor het raam. Dag poesje. Lieverd, ik ga lekker naar Nadine toe. We gaan vanavond lekker uit eten. Nou, het is al 3 uur 's middags. Dus we gaan dan bijna avond eten. Maar ik heb net het idee dat ik wakker ben. Hou op. Maar ik ben wel productief geweest hoor, uiteindelijk. Kijk, je kan ook zo. Kijk, dit is hem, kijk. Ach, dankjewel. Nom 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 nom. Ja, dus niet. Een soort van spritsen of zo. Wat is dit ook weer? Ja. Spritsenkast. Spritsen. Nom 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 nom. Ja. Ja. Wat gaat hij nou weer vertellen? Wat hij nou met de oude doet. Nou, de thee was waanzinnig. Ja, thee. Poesje. Poesje, maar. Meeuw. Meeuw. Ah, wat zwaar dit nog. Poesje, miauw. Meeuw. Oh, doei. Oh, eigenlijk moeten we een keer zo'n kettingje met een cameraatje. En dan kan je er gewoon 24 uur lang volgen of zo. Maaike, hier. Bij deze ben jij de vlogger van vandaag. Doe er wat mee. Ach, ze geven kopjes, heel lief. Poepie. Ach. We doen even een rondje voor kinderen liedjes. Jij kan worden wat je wil. Het verschil. Zoveel. Nou, we zijn nu even aan elkaar onze tassen aan het in laten zien. Ja. Ja, en die van mij. Nu die van Nadine. Ja. En haar ene vakje zo eigenlijk helemaal met kielsnoepjes. Neusspray. En ik moest alleen de zakdoekjes, maar die waren op. Oh, geweldig. Ja, jongens, wij gaan dit even doen. We moeten toch de tijd doden, hè? Kijk maar even. Mikey.
Zo. Oeh. Ze gaat op onderzoek. Nadine zei dat... Wat zei je nou eigenlijk? Ja, maar ik weet niet of het waar is. Ja, maar zeg maar. Nee, nu... Nou ja, dat... Nee. Ja, nou, super leuk. Nadine zei dat Maaike denkt dat wij allemaal kittens zijn. Dus ik zei, die mama... Ew, is dat echt zo aan mijn voet? Nee. Die mama... Nee. Ew. Nou, daar is de boosdoener hoor. Boosdoener. Ach, we kunnen gaan. Oké. Ach. Nou, we eten bij Brechtje in een stad. Nou, we zijn even een beetje aan het kijken op de menukaart wat we willen. En het water loopt met de mond uit. Dankjewel, broodje, die gaat erin. Nom, 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 nom. Nou, gezellig hebben wij het. Ja. We hebben het echt waanzinnig. Ja. Nou, wij willen niet gemeen zijn hoor, maar we hebben zo'n trek. Dus we beginnen alvast met de tafel. Ja. Wat zit hier voor iets leuks allemaal? Oh. We hebben carpaccio, ja. Spiesjes, peking eend, zalmtoast, gamba's, garnalenfroketjes, groentefroketjes, vegetarische pokémon en vlammen. Nou, dankjewel. Er komen nog bordjes aan en de rest. De ach, dankjewel. Ach. Nom 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 sperrips. Nom. We wachten even lekker op een stoetje en ga ik zo ook even voor jullie lekker filmen. Nom 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 nom. Nom, 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 nom. Dat is een beetje ja. Maar die neemt nog even niet. Kijk, bij Jaycee. Jaycee denkt dat het zo hoort. Maar ik had hem kapot gemaakt. Oh. Ah, dat was hij niet. Het was gewoon helemaal plat. Oh, ik dacht dat is niet omdat het al open was. Jongens, is iemand jaren? Oké, lieve allemaal, ik ga de vlog denk ik maar even afsluiten, want wij gaan nu gewoon lekker een theetje doen. En heel veel bijzonders gaat het in ieder geval niet meer worden. Morgen, dames en heren, Koningsdag. In het kader van Koningsdag ga ik gezellig met een klasgenoot en een oud-klasgenoot naar een koningsfestival, het 538 festival in Breda. Om precies te zijn. Dat allemaal voor morgen. Voor nu wens ik jullie een fijne avond. Slaap lekker. Voor mezelf ook vooral. En tot morgen.